En dat is de topsporter, de winnaar in Nuis. Start met pijn in het hart en wat ziekte in zijn lijf. Ja, eigenlijk was Kjeld Nuis nog ziek, maar toch staat hij aan de start van de 1000 meter tijdens de wereldbekerwedstrijd. Ah, een echte krijger. Kjeld Nuis. Het gaat eigenlijk best prima. Hij pakt de vierde plek. Goeie race van Nuis onder de omstandigheden die bekend zijn. Maar dan gaat het toch mis. Oh, en daar is het lijf helemaal leeg. Alles gegeven. Dit is een moedige race voor Nuis die dit hard is in de boarding terechtkomt. Oei, dit is niet lekker. Nuis blijft liggen, maar is wel bij bewustzijn. Er komt al snel medische hulp. Alle Nederlandse schaatsers ook langs de baan. Met zorg kijkend naar hoe Nuis erbij ligt. En dit ziet er niet goed uit. Nuis wordt met een brancard van de baan gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Kjeld Nuis is een van de bekendste Nederlandse schaatsers. Hij is vooral goed op de 1000 en 1500 meter. Op die afstanden werd hij 3 keer wereldkampioen en won hij 3 keer goud op de Olympische Spelen. Nuis is in het ziekenhuis onderzocht. De schaatsbond laat weten dat het oké met hem lijkt te gaan en dat er geen erge verwondingen zijn gevonden. Misschien komt hij later deze week zelfs wel weer in actie.